Hoi en welkom bij Product Update nummer 17. Een weekje later dan dat we gewend zijn. Ook ik moet er af en toe een weekendje tussenuit. En dat heb ik ook gedaan. En het was trouwens heerlijk. Vandaar dat we een weekje later zijn met deze update. Wat hebben wij te bieden in deze update? Nou, om te beginnen hebben wij hier een gele schoenveter. Dat is heel mooi. Maar, let op. Je knipt je vingers. Neemt de gele schoenveter. En maakt van die gele veter een... Jawel, je ziet het goed. Een groene veter. Het is een wonder. We hebben een groene veter. En uiteraard, ik wil je zo laten zien. Sorry, mijn hand. Ja, ik ben niet zo goed in verbergen. Want in mijn hand zit namelijk, inderdaad, een rode veter. Zie, dat is een rode veter. Dus we hebben nu een groene veter en een rode veter. Vraag je natuurlijk af, waar is die gele veter? Nou, die zit natuurlijk in mijn zak. Zie, daar zit de gele veter. En we hebben een gele, een rode en een groene veter. Dat zijn de Color Changing Shoelaces. Kosten €7,50. Nou, is het moeilijk te doen? Nee, het is niet moeilijk te doen. Wat krijg je? Alles wat je nodig hebt. Alle veters die je nodig hebt zitten erbij. De optie uit je zak hoeft natuurlijk niet. Je kunt hem ook laten verkleuren. En klaar. Maar je kunt als gag die extra veter in je hand hebben. En de gele uit je zak halen. De Color Changing Shoelaces. Gaan op jij. Dan ligt hier iets heel nieuws van Leo Smetsers. Het zijn drie schijven. Gemaakt van whiteboard materiaal. Dat betekent je kunt daar dingetjes opschrijven. Stel voor, je zet daarop. Wat zetten we erop? Ik maak er een hele beroerde smiley. Maak ik er even op. Een smiley. Ik hoop dat het weer te zien is. Het is een beetje op het afstandje. We nemen die schijven. Nou, dan gaan we een soort van balletje doen. Let op de schijf met de smiley. Waar ligt de schijf met de smiley? Daar. Helaas, kijk, want hier ligt namelijk een pijl. En die pijl zegt dat de smiley hier ligt. Ik zal het even laten zien. Kijk waar de smiley ligt inderdaad. Hier. Ja, wat zijn er meer mogelijkheden? Nou, je kunt zeggen, we doen het nog een keer. Deze even terug. Smiley ook even terug. We doen het nog een keer. Let op de smiley. De smiley gaat, hopla, hier zo. Waar ligt de smiley? Hier. Nee, kijk, de pijltje zegt het al. Je moet die kant op. En sterker nog, je moet nog verder die kant op. Want hier ligt de smiley. Nou. Het is allemaal dry erase. Je kunt het allemaal afvegen. Zowel de pijltjes als de smiley. Nou, het idee ervan is gewoon eigenlijk klassieke balletje. Oftewel de tree card mond. Kun je het ook zien met kaarten. Ik zelf heb dit vaak in Spanje gezien. Op de boulevard stonden ze illegaal vaak met van die zwarte rubberen schijven. Met een witte sticker erop. Eén witte sticker en de rest was zwart. Ze gooiden ze door elkaar. Je moest echt geld inzetten en je kon dan geld winnen als je wist waar die lag. Nou, het is een speciale handeling die je uitvoert. Die leer je ook in de online instructievideo. Om ervoor te zorgen dat jij bepaalt wanneer toeschouwers het goed hebben en niet. De schijven zijn gemaakt van whiteboard materiaal. Dat betekent dus dat je ze allemaal kunt beschrijven met de speciale stift die erbij zit. De whiteboard marker. En daarmee kun je eigenlijk alle kanten op. De optie met de pijltjes die er net was, is optioneel. Dat kan. Ik zelf zou in de routine denk ik gewoon twee witte schijven gebruiken. En eentje voorzien van of een logo als je voor een bedrijf werkt. Of een naam van een toeschouwer. Mogen ze ook zelf opschrijven. Of wat dan ook. Je kunt dus ook dingen laten verschijnen erop. Net als die pijltjes die verschijnen ook min of meer erop. Alles is mogelijk. Dit is de whiteboard monte. Kost €39,50. Ik ben even de verpakking aan het zoeken, maar hier ligt zoveel materiaal. Die ligt hier vast en zeker ergens. €39,50. En is te bestellen via onze website. Oh, hier ligt die. Kijk. Whiteboard Monty. Uiteraard in een mooi opbergzakje met de stift en de fiches. Whiteboard Monty. Dan een ander leuk ding. Een grote, massieve dobbelsteen. Daarbij hebben wij nog iets, namelijk een kastje. Nou, stel voor dat ik die dobbelsteen wil laten verdwijnen.
En dat jullie mogen kiezen of die zichtbaar of onzichtbaar gaat verdwijnen. Nou, probeer het even bij het publiek. Als je zegt, zal ik iets zichtbaar of onzichtbaar laten verdwijnen, zeggen mensen meestal zichtbaar. Ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet. Maken we even improviseren. Maken we even een soort schermpje. Een boekje. We gaan de dobbelsteen zichtbaar laten verdwijnen. Let op. Hier is de dobbelsteen. En weg. Indrukwekkend, toch? Ja, het enige nadeel is alleen dat iedereen ziet waar hij naartoe is gegaan. Dus het is niet echt een super truc, want iedereen weet nu dat hij erachter stond. We zullen het op een andere manier proberen. We stoppen de dobbelsteen hierin. Voor jullie aan de linkerkant in het kastje. Maar let op. Waar zit hij nu? Ja, moeilijke vraag. Ja, tuurlijk. Aan de rechterkant. Logisch ook. Hij zit aan de rechterkant. Maar let op. Knip in de vingers. En er gebeurt iets ongelooflijks, want de dobbelsteen zit niet langer aan de rechterkant, maar hij zit nu aan de linkerkant. Et voilà. Sterker nog, hij kan ook terug. Ik knip je vingers en de dobbelsteen is verdwenen aan de linkerkant en zit nu aan de rechterkant. Cool toch? Dacht ik ook. Maar let op, nu met een speciaal iets pak ik de dobbelsteen op, gooi naar de andere kant. En hij verdwijnt opnieuw aan deze kant. En komt terecht aan deze kant. We maken het nog gekker. We zetten het ene kastje hier neer. Het andere kastje hier neer. Hier zit de dobbelsteen. Hier zit niks. We knippen de vingers. Gooi de dobbelsteen onzichtbaar van de ene naar de andere kant. En de dobbelsteen is hier verdwenen. En komt hier terecht. We maken het nog gekker. We knippen de vingers. Maken alles open. Halen de schuifjes eruit. Maken de klepjes open. En de dobbelsteen is compleet verdwenen. Waar waren we ook alweer begonnen? Weet je nog? Want de dobbelsteen staat keurig terug op zijn plek achter het boekje. Dit is de Split Die Box. Vroeger waren er ook al versies van dit ding op de markt. Van Supreme Magic, zover ik me kan herinneren. We zijn lang niet meer geweest, echt heel lang niet meer geweest. Zelf hebben we enkele jaren geleden de Dynamite Dice Box op de markt gebracht. Een hele gave uitvoering, gemaakt door Tora Magic voor ons. Die is ook een stuk duurder, zit al rond de 100, ik dacht 175 euro. Deze versie wordt gemaakt in India, zo te zien aan de afwerking. Er is verder niks mis mee, maar ja, wij herkennen dat omdat we heel veel spullen daaruit verkopen. Deze kost 95 euro, nou is eigenlijk een koopje. Plus het is heel slim gemaakt. Alle gimmicks en alles zijn goed gemaakt, makkelijk gemaakt, goed te bedienen ook. En je hebt voor de mensen die dat willen weten, het speciale iets om te laten horen dat de dobbelsteen zich verplaatst, ook ingebouwd. Nou, deze hele set dus, 95 euro Split Die Box, te bestellen via de website. Ja, dat is ook een leuk ding. We hebben het jaar geleden heel veel verkocht, het is een flesje. En als je erop knijpt, dan zou je zeggen, nou wauw, komt er dit uit. Nou, als je dit bij iemand doet die dichtbij staat, die schrikt zich echt helemaal rot. Die denkt dat er iets uit die fles spuit. Nou, het is gewoon een koortje wat uit de fles komt. Ik zelf vind het persoonlijk leuker. Maar het is wel meer werk. Als je het knoopje aan de binnenkant, wat er nu voor zorgt dat het touwtje niet uit de fles vliegt, eruit haalt. Waarom? Nou, als je mensen wil laten schrikken, is dit echt een betere optie. Dan hoop ik alleen omdat het knoopje net uit is gehaald dat hij nog goed uit de fles komt. Dan krijg je meer dit idee. Oh, die vloog helemaal voorbij zelfs. Dan schiet je echt een sliert uit de fles. En mensen zeggen echt... Omdat ze bang zijn dat hun kleren vuil worden. Dit is de ketchup gag. Wat kost die? €3,95. Leuk dingetje. Gewoon even bij toevoegen aan je bestelling. En meebestellen. Het is een grappig ding. De ketchup gag. Dan... hebben wij de Unbelievelopes van Jeffrey Kaler. Ja, er zijn veel dingen op de markt momenteel waarbij je bijvoorbeeld een gekozen kaart ergens tevoorschijn laat komen. Nou, dat kan hier ook mee. Dan zou de situatie zijn dat je bijvoorbeeld een envelop hebt met daarin een speelkaart. Je laat iemand een kaart kiezen, signeren, gaat terug in het spel. De kaart verdwijnt uit het spel. Je neemt de kaart visueel uit de envelop. En dat is dan de gekozen kaart met handtekening. Wat kan er ook mee? Je hebt de Dream Prediction, hebben we ook. De Dream Prediction is een speciaal systeem.
waarbij je ook een speciale envelop gebruikt om een voorspelling te laten slagen. Laat ik het zo netjes noemen, zonder te veel te verklappen. Het is een kleine envelop met een raampje. Nou, persoonlijk vind ik dit beter. Nou, dat kan er dus ook mee. Je kan er ook een voorspelling van tevoren al in zien zitten. Je vraagt mensen allerlei dingen op te schrijven. Nee, je vraagt mensen allerlei dingen. Die schrijf je even op. Dus wat is je favoriete vakantieland? Italië. Schrijf je op Italië. Wat is je favoriete auto? Opel. Opel. Enzovoort, enzovoort. Op het einde haal je een voorspelling hieruit. Uit het transparante venster. En daar staat op. Je vakantieland is Italië. Je lievelingsmerk auto is een Opel. Enzovoort, enzovoort. Je ontvangt 3 envelopes. Die zijn dus eigenlijk nagenoeg kant-en-klaar voor gebruik. Dat wil zeggen, het voorwerp wat je wil gebruiken kun je er nog in plaatsen. En dan ja, seal je ze als het ware. Je kunt die voorwerpen dan nog uithalen als je wil, dat is geen probleem. Maar in principe zijn ze dan voor je vertoningen, voor je uitvoeringen zijn ze gesealed. Als je er eenmaal in geladen hebt, kun je de enveloppen continu opnieuw gebruiken. Het is dus niet zo dat je elke envelop maar 1 keer gebruikt. Overigens, het is heel dik materiaal, geen dun papier. Dus het is niet zo dat het zomaar scheurt en dat je weggooit. Dus in principe kun je hier jaren mee vooruit als je daar normaal mee omgaat. Naast de enveloppen krijg je enorm uitgebreide online video instructies. Echt heel veel video's met alle mogelijkheden. Zowel mentale routines als kaartroutines als andere ideeën. Hoe je de envelop moet prepareren en gaan we door. Dit zijn de envelopes. Kosten €49. En uiteraard te vinden op onze website. Dan krijgen wij regelmatig de vraag. Mijn invisible deck werkt niet meer, er komen kaarten tevoorschijn. Of mijn andere truc met behandelde kaarten werkt niet meer. Moet ik nu een nieuwe kopen? Dan zeggen wij uiteraard, ja natuurlijk moet je een nieuwe kopen. Maar we zeggen er ook bij, maar dat hoeft niet. Want we hebben ook al jaren overigens onze eigen ruw gladspray, roughing fluid. Hiermee kun je je eigen kaarten opnieuw voorzien van een laagje ruw. Dus je kunt je kaarten opnieuw opruwen. Waardoor je invisible decks, brainwave decks en andere decks, welke dat principe gebruiken of losse kaarten, weer gewoon even kunt insprayen. Een bus kost €9,95 en hiermee kun je talrijke kaartspellen, echt gewoon, laten we zo zeggen, 10, 20 kaartspellen, complete kaartspellen, sprayen. Dus voor de prijs van 1 invisible deck kun je er 15 maken, om maar een idee te geven. Is te vinden onder ruw gladspray, artikel nummer 0197, weet ik toevallig, op de website en kost dus €9,95. Ja, dan dit is ook heel grappig. Dit is een klein poppetje van stro. En het poppetje kun je op je hand leggen. Op deze manier. Ik zal het even neerleggen. Zo. Ik zal even richting camera komen. Kijk. Het poppetje kun je op je hand leggen. Dat kun je wel laten zien. Je legt het poppetje op je hand. Ik zal het even plat leggen op mijn vinger. Zo. Op deze manier. Zie. Maar kijk. Het poppetje kan namelijk vanzelf rechtop staan, zie. Ik ga een stukje lopen. Het poppetje blijft gewoon staan. Kijk. En valt op het einde ook om. Dit is de klassieke Okito Voodoo Doll. Al heel erg oud. Voodoo Doll. Is dit moeilijk? Nee. Gebruik je draden? Nee. Gebruik je magneten? Nee, ook niet. Kun je het poppetje laten onderzoeken? Nee, je kunt hem niet laten onderzoeken. Is dat nodig? Nee, hoeft het niet, want het is indrukwekkend genoeg. Dus dit is de Voodoo Doll. Moet ik er meer over vertellen? Nee, behalve dat we het al echt jaren verkopen en ook zeer regelmatig verkopen. Laat ik het hierbij. Voodoo Doll kost €15 en te vinden in de webshop. Ja, dit zag ik net hier liggen. Ik denk, goh, pak je er even bij. Een heleboel boekjes. We hebben een hoop boekjes. Die zijn origineel, zijn het Engelse uitgaven. En we hebben met de originele uitgevers hebben wij gevraagd of wij deze in het Nederlands ook mochten vertalen. En dat mocht, geen probleem. Dus we hebben boekjes, bijvoorbeeld
101 trucs met een Svengali deck. Nou, als je een Svengali deck hebt, ik ga niet uitleggen hoe dat werkt, dat zou zonde zijn. 101 mogelijkheden daarmee, in dit boekje. Hetzelfde met een Strupper deck. 101 trucs met een Strupper deck. Dan, voor de mensen die een gewoon kaartspel gebruiken, in een zak willen steken en daarmee wonderen willen verrichten. 125 trucs met een kaartspel. Met een normaal, willekeurig kaartspel. 101 trucs met een changeback. Dus, de verwisselzakken. 101 trucs. Bedenk je even hoeveel mogelijkheden je hebt. Routines met een ESP-deck. Dus een heel boekje vol. Allemaal trucs met een ESP-deck. Leergoochelen met sponsballen. 101 trucs met een duimspits. En als laatste, een boekje over de Chop Cup en de Cups and Balls. Hoe je daarmee kunt leren omgaan. Complete routines. Alles erbij, tekeningen erbij. Deze boekjes kosten allemaal €7,50 per stuk. Ze zijn overal op de website te vinden. Ook in de categorie DMS exclusief. Dynamite Magic Shop exclusief. Je kunt ook bij fabrikanten aanklikken en dan Dynamite Magic Shop selecteren. Staan deze ook tussen. Boekjes. €7,50 per stuk. Dan zijn we even door de producten heen, als ik me niet vergis. Maar er zijn nog wat andere dingen. Want, eindelijk, het heeft lang geduurd. Maar 3 oktober is het zover. Dan is onze 5e Dynamite Day. Die gaat plaatsvinden in hier de breedmaatschappelijke voorziening De Veelgaard in Velden. Ben je al ooit op Dynamite Day geweest, dan het is nu op een andere plek. Het is 200 meter, nou, 300 meter van de oude plek af. Er is een heel nieuw gebouw neergezet. Groter, mooier, nieuwer. En daar gaat de volgende Dynamite Day plaatsvinden. We hebben voor lezingen hebben geboekt Matthew Johnson. We hebben Christopher Taylor. Die waren ooit al samen hier en die hadden een fantastische lezing. Heel veel humor, maar ook heel veel nuttige trucs, mooie trucs en sterke trucs. Dus dat is al een aanrader. We hebben Daniel Garber. Daniel Garber komt uit Argentinië en is gespecialiseerd in het verzorgen van kindershows en family shows. Dus hij gaat daar helemaal op in. Dus dan heb je al close-up in de lezing. Je hebt mentalisme in de lezing, je hebt salongoochelen in de lezing en je hebt kindergoochelen in de lezing. We hebben al bijna alles gehad volgens mij. Dan zijn er overdag wedstrijden in close-up en op toneel. Wil jij meedoen? Dat kan. Geef je even op. Stuur een mail naar info@dynamitemagicshop.com met erin dat je mee wil doen. Wat zijn de eisen? Die zijn er niet. We hebben 2 categorieën. Close-up en toneel. Als je mee wil doen, mag je meedoen. Het enige wat we vragen is dat je gewoon wel entree betaalt voor de dag. En dan mag je meedoen. Let op. Je moet je wel opgeven van tevoren. Dus niet op de dag zelf nog even bedenken dat je meedoet aan de wedstrijd. Dat gaat niet meer lukken. Even denken. Ja, we hebben de wedstrijden. We hebben de lezingen. Mensen die de lezingen geven, verkopen ook. Dus je hebt ook allemaal een dealerstand. Dus zowel Christopher Taylor met zijn prachtige mentale items heeft daar een stand. Matthew Johnson heeft daar een stand. Daniel, zover ik weet, ook. En wij uiteraard zelf ook met een hele grote stand. Dan hebben we s'avonds een show. We noemen hem de International Magic Show. Als je een combikaart boekt via de website, zit een entreekaartje voor de show er standaard bij. Stel voor dat je zegt, ik ga naar de Dynamite Day, ik vind het leuk, maar ik wil dat s'avonds mijn vader, moeder, opa, oma, broer, zus ook komt naar de show. Dat kan, dan koop je gewoon een combikaart voor jezelf met een avondkaartje. En dan koop je 3 of 4 extra kleine kaartjes, oftewel International Magic Show entreebewijzen. Voor €15 per stuk kun je dan bij de avondshow extra aanwezig zijn. Dus je hoeft niet per se de hele dag te komen. Al zou het wel cool zijn natuurlijk. In de avondshow hebben we ook dezelfde mensen. Matthew Johnson, Daniel Garber en Christopher Taylor. De presentatie is in handen van Luc Elson. We hebben onder andere Rafael Scholten. Met zijn hele mooie manipulatie act in de avondshow. We hebben Christian Fala. Nou ja, hoef ik daar niet over te vertellen. Fantastische illusieshow. Een van mijn favorieten. Die doet een heel, heel mooi stukje in de gala. We hebben Bobby Scala, een handbalance act. En we hebben een sexy zweep act van Sylvia Rosat. Wie weet komt er nog meer bij. Het zou zomaar kunnen. Dit is in ieder geval allemaal vast. Dit is allemaal geboekt. Dus dat gaat in elk geval plaatsvinden. Het is verstandig om nu al kaarten te reserveren als je wil komen. Waarom?
omdat de kaarten tot 1 juli €39 zijn. Vanaf 1 juli gaat de prijs omhoog naar €45 en vanaf 1 oktober naar €49. Kijk op de speciale website www.dynamiteday.nl voor alle info. Reserveren kan via onze webshop, kan ook via Dynamite Day, maar dan word je doorgeleid naar onze webshop. Dus zorg dat je bij bent, Dynamite Day. Dan kregen we net vorige week de bevestiging binnen dat op 27 oktober komt Daniel Garcia naar de winkel. Daniel Garcia, een topper, komt een lezing geven. Daniel Garcia, bekend. Hij is consultant voor diverse bekende goochelaars op televisie. Net als David Blaine. Daar heeft hij ook dingetjes voor gedaan en heel veel andere dingen. Hij heeft voor Illusionist, voor Theory 11, voor allerlei grote firma's heeft hij ook dingen mee bedacht en uitgebracht. Dus als je een coole lezing wil zien, zorg dat je daarbij bent op 27 oktober. Ook dat is te reserveren via de website. Dan als laatste zie ik hier staan inderdaad onze DVD sale. Hierachter staan een heleboel DVD's, al zijn er al een heleboel weg. Onze DVD's. Dan heb ik het over de normale DVD's. Dus niet over de DVD's waar een truc bij zit of gimmicks bij zitten. Maar DVD's zoals, ik grijp er even een lukraak eentje. Guy Bavli of ik heb hier Richard Osterlind. Die zijn allemaal in de aanbieding. Waarom? Nou, we hebben onze download site. MagicDownloads.nl. En op MagicDownloads.nl kun jij gewoon alle DVD's downloaden. Uiteraard moet je ze kopen, maar nou, wel downloaden. Dat wordt veel gebruikt en we merken dat de normale dvd's gewoon minder en minder verkopen. Nou, we willen voorkomen dat we straks met een hele berg dvd's zitten. Dus we hebben nu alle dvd's 40-50% korting op de website. Waar kun je dat vinden? Het makkelijkste kan dat in de categorie aanbiedingen. Als je niet weet hoe je dat komt, dat kan ook nog. Je hebt boven in de balk links snelle links staan. Daar klik je op, dan klik je op aanbiedingen. Of je scrolt naar beneden langs alle categorieën en staat onderaan ook aanbiedingen, daar klik je op en je ziet dan 300, op dit moment 380 items geloof ik nog, die in de aanbieding zijn. Dat waren er ver over de 400. Momenteel gaan er dagelijks meerdere titels raken uitverkocht. Dus als je wil profiteren, ben er snel bij. Maak je geen zorgen dat als je dat we nooit meer dvd's hebben. Want mocht je op zoek zijn naar een speciale dvd, we kunnen elke dvd gewoon voor je bestellen. Alleen is de levertijd dan een weekje en hebben die niet meer op voorraad. Ja, check hem, de dvd-sale op onze site. Nou, ik check even mijn lijstje. En ik zie dat ik alles gehad heb. Heleboel gepraat. Maar goed, dat is het voor deze keer. Ik zou zeggen, geniet ervan. Zoek wat leuks uit. Check onze website. En tot de volgende keer bij de Dynamite Magic Shop Product Update. Doei doei!